Doe hier alles maar bij men. Vult de plassen, moet jij hier zijn. Een grote boodschap, ja, dat mag jij wel. En mijn centjes, ja, hey, dank je wel. Maak het zo gezellig hier, we praten waar je wilt. In de playshow, het is maar waar je wilt. In de playshow, het is maar waar je wilt. Zo, ach, ik heb vandaag toch weer waar verdiend, hè, bij Toske's Playshow. Daar zijn we weer. En we hebben vandaag weer een Nijprins. Ja, je zult wel zeggen, alweer één, Toske. Ja. Alweer één. En wij gaan even kijken. Goed, meneer Ewald, achteruit lopen. Hoog eens kijken. En als ik nou eens naar voren loop, kijk zo. Ach, dat kun je gek goed, hè. Ja. Goed, we gaan eens even kijken hier. Hè. Wie er op de wc zit van Zijtaart. Want die zijn vandaag hier te gast. En dat is altijd leuk, hè, Zijtaart, met een optocht. Zijn we meestal ook al bij. En meestal bij die drie vrouwen, meneer Ewald. Hè, die, of die mannen die eigenlijk als vrouwen verkleed zijn. Eerst met die wegovergang. En toen, dat kan ik me allemaal nog herinneren. Even kijken wie hier op de wc zit. Hallo. Hallo. Van wie ben jij erin, hè? Wie ben jij? Frens van der Zanden. Frens van der Zanden? Ja. Waar heb jij gegeten vandaag? Loempjes. Oh, dat ruik ik. Ze waren zeker Vietnamees, of ja, niet? Ja, dat ja, dacht ja. ik al. Ja, ik ruik daarvoor. Hoe langer dat je hier zit, ruikt het precies. Zeg, wat doe jij in het dagelijks leven? Bouwadvies en ik werk voor mijn eigen. En ja, bouwadvies. Bouwadvies. Tekenen dus. En begeleiden. En, oh, oké. Okay. Nou, dat is keis. Kom werk. Ja, zeker. Ja, nou, doe even de verder kleine. Ja. En dan gaan we even naar de volgende hier. Ha, nou, wat een plaatje, meneer Ewald. Zie jij daar? En gij, wie ben jij? Ik ben Ingrid Jansen. Ingrid Jansen. Ja. Gaat hier wat missen. En van wie ben jij erin, Ingrid? Van Jos en Rita Jansen. En gij komt uit Zijtaart? Ja. Officieel? Of, officieel uit Keldonk. Uit Keldonk. Ook ja. al, er zijn veel mensen uit Keldonk. Ik dacht dat Keldonk een plaats was met een paar honderd mensen, maar... Gewoon een hele leuke mens. Ja, daar heb ik... Ja, dat moet jij dan toch zeggen, hè? Want in Keldonk kunnen ze die ook zien, hè? Ja, maar dat is wel. Jij bent de vriend, vrouw, de vrouw, vriendin, vrouw vriendin. Van de vriendin van ja. de prins. Ja. En die gaan wij nou even... Dus doe je even verder ja, kleien, hè? Dat weet je wel, hè? Ja, zo. Jij hebt niks aparts op, of wel, hoor ik, of ruik ik, bedoel ik? Nee, viel wel mee, hè? Gezond eten. Ja, daarom, dat kon ik meteen merken. Hier is het niet te hard, hè? Sorry. Wat ben je gaan doen, Pris? Ja, dat ik zelf ook niet. Je kunt het gewoon in je bril omhoog. Nou. Van wie ben jij erin, Prins? Ik ben er van Christen Annie van der Ven. Christen Annie van der Ven? Ja, de enige echte. De enige echte. Mark van der Ven. Mark van Prins Mark, hè? Ja, uit Zijtaart. En wat doe je in het dagelijks leven? Hard werken. Ik heb een eigen schildersbedrijf. Oh. En aan het weekend een beetje vissen. En ook eigenlijk net ja, hoe is het eigenlijk hier geschilderd? Mooi. Kom er gezellig vanaf. Heb jij deur getrokken? Of, nog niet. Poeh, even wachten voordat je eraf gaat. Oh, wat een stank. Maar dat geur ook niet. Zo. Nou. Huppakee. Zo, je kunt er vanaf komen hoor. Ja, heb jij ja hè? Ach, wat lekker ruikt het. Heb een boek uit? Nee, zo komt het helemaal goed. Even jouw vriendin eraf halen, hè, want dan staat ze ook maar daar. Poeh! Oh. Dat is ook niet te zuinig. Dat is deze, hè? Nee, dat geloof ik niet. Ik ken ze. Moet er hier eens even in ruiken, moet ze ruiken. Dat is goed zat. Ja? Ja, oh. Goed. Ja. Goeie loempjas. Goed, ik kan er gezellig bij staan, prinses. Hier en de prins of de vriendin. Hier, en ga je aan de andere kant. Zo, ja, want het is een beetje voor de camera's, dat is altijd makkelijk. Wat doe jij in het dagelijkse leven? Ik ben kapster. Ach ja, dat kan ik zien, hè. Het ziet er beeldschoon uit. Mooi, hè? Voor de tweede keer. hoe heet het? Nou ben ik zelf kapster, maar hoe doe jij dat nou als jij dus naar de kapper gaat, kunnen wij gewoon niet doen. Nee. Vertrouwde jij dan die mensen wel? Ja, wij doen het bij collega's doen wel bij elkaar. Oh, oké. Okay. En dan weet ze precies wat jij wilt. Ja, ja. Ja. Even over jouw vriend. Waar is het voor de mens? Een goeie. Nee, dat, moet zij, dat mag zij zelf bepalen, hè? Hij is een hele leuke vriend. Ja. Veel van feesten. Hoe hadden jullie elkaar ontmoet? In de kroeg. In de kroeg. Ja. In Zijtaart. Ja.
In Buiklijn, ja. Eén van de vijf kroegen. Eén van de vijf kroegen. Ja. Prins, jij hebt al gezegd wat je in het dagelijks leven doet. Waar zijn jouw hobby's? Hobby's? Ik voetbal graag. Ik kan de PSV kijken, skiën in de winter. En het weekend niet op stap gaan. Niet ontspannen, ja. Dat is er ook bij, hè? Ja, en carnaval vieren dan natuurlijk. Jazeker, jazeker. Ja. Ja. Want hoe is hij nou eigenlijk gekozen? Heb jij dat gedaan of wie doet dat? Nee, de prins is gekozen, die wordt gevraagd. En hij had vragen voor een adjudant. En dat was goed gelukt, zeg maar. Ja, behalve die lumpia staan, hè? Dat is niet echt... Ja, soms wel. Maar, nee, moet toch eten? Ja. Maar nee, dat is wel kei mooi, ja, met hem... Is het een feestganger? Ja, een beetje feest maken en kan altijd een beetje uitlopen. En, ja, niet te vroeg naar huis. Ja, niet te vroeg beginnen. Lijkt de zandhuizen wel, hè? Die blijven hier ook al lang plakken. Hè? Ja, dus, niet zo lang. Nee, niet zo lang. Nee, oh. Dat weet het niet, hè? Dat weet het niet. Goed, en waar is de leus van jou of de spreuk, voor DR? Met onze kant uitlopen. Oh, dus ja. En dat doe ik elke keer. Dat doe je elke keer. Daar zijn we goed in. Wonen jullie samen al? Of, ja. Daar wel. Oké. Okay. En al trouwplannen? Nee. Dat moet helemaal kijken. Normaal gaat dan een man, zeg maar, op de knieën. En dan, dat zou nou toch wel... Ja, maar ik wil het tegenovergesteld. Iets van de Mars, dat doe ik nooit. Oh, ik wou zeggen, het zou leuk zijn als dat hier nou toevallig... Nee, ik hoef het morgen wel doen, maar nou dan... Ja, dat zou toch wel heel erg mooi zijn. Maar hij duurt daar nog wel, hoor. Jij bent kei knap, dat duurt hij. Ja, die laat jou zo niet lopen, kom op, zeg. Dat duurt hij. Slim is niet. Hè? Als hij slim is, niet. Nee, als hij slim is, niet. Nou, dat weet ik niet. Goed, wij gaan even naar Pater Paulus, hè. En of die... Nee, die is niet getrouwd, maar... Ja, ik weet niet waar die in zijn vrije tijd duurt. Dat gaan we hem ook niet vragen, want daar gaat ons niks aan. Maar hij is wel weer in de regio getrokken. We gaan even kijken naar Pater Paulussen. Pater Paulussen, hey, ga lekker. Hey, ga lekker. Overal. Ja, dames en heren, daar zijn we in Zeetaart. En hey, ga lekker, zal ik maar zeggen. Want we gaan ook in Zeetaart controleren of... alles wel helemaal carnavalproef is. En we staan hier op de carnavalsroute, waar de route doorheen gaat, zeg maar. Hè. En als je zo kijkt, nou, dan is alles wel goed. De stenen liggen goed. Er ligt nog een takje, even wachten. Hè. Dan gaan we even dat takje gaan we even opruimen. Want ja, dat kun je natuurlijk niet maken. Want hier staat altijd, Ina Adema staat hier altijd. Hè. Hier, denk op dit plaatsje, dat wordt gereserveerd voor Ina Adema. Dan zetten we hier zo een kruis neer. En dan komt ze hier te staan. Hè. Daar staat ze meestal hè, op deze grond, zeg maar. En dan staat ze zo, staat ze te kijken naar de carnavalsoptocht die voorbij komt. Ja, ze heeft het naar de hand ook in haar nek. Hè. Dus het gaat de hele tijd gaat het zo. Op en hier. Op en hier. En dan gaan we, mensen. U kunt thuis ook even meedoen. Hè. Dan weet u in ieder geval hoe Ina Adema zich voelt. Hè. Op en hier. Kijk, daar gaat ze. Op en neer. En weer de volgende. Nou gaat het natuurlijk niet zo snel. Want zo snel gaan die wagens natuurlijk niet. Hè? Maar ja, zoals ik hier kan bekijken. Op dit takje na. Is het carnavalsproef. Het is nog niet helemaal carnaval versierd. Maar dus. Oh kijk. Ook al de dames al. Hallo. Ja, ze hebben er zin in. Hè? U ziet het. De carnaval gaat ook in Zeetaart weer helemaal goed. Hij gaat lekker. Pater Paulussen, hey ga lekker, hey ga lekker, overal. Ja, dames en heren, en we gaan even naar Pater Paulus gegaan, we gaan even kijken waar de prins en de prinses en iedereen meegenomen hè, uit Zeitert. En jullie ziet hier op de microfoon een lepel. En ik zal nog één keer uitleggen, als ik dit doe, zeg maar zo, als ik nou meneer Ewald aan het interviewen ben normaal, bijvoorbeeld van, hallo meneer Ewald, hoe is het? En dan zeg jij... Het gaat goed. Ja, en als ik hem nou zo blij hou, want jullie kunnen mij nou nog verstaan, dan is dit geen lepel meer. Maar dit is dus lepel en dat mag ik dus niet. En daarom hebben ze van mij een lepel erop geplakt. Dus dan weet ik ook niet dat je denkt van, wat hebben ze daar voor armoeig microfoontjes bij Skyler. Maar nee, dat heeft gewoon met lepelen te maken. Heren, wat is het voor een prins, DR? Vertel eens, wat is het voor een mens? Ja, wat is het voor een mens? Een die feest. Ja, ja, dat hadden we al deur. Maar ja. Doet hij dat ook echt? Want, ja, dat doet hij ook. Hij kan het wel vertellen, maar... dat doet hij ook echt wel goed, ja. Ja? Blijft hij lang plekken? Hij blijft lang plekken. Ja? Hij is even niks bij ons kant uitlopen, dus... Ja, vandaag... maar waar is dan een gemiddelde tijd, zeg maar, als het om 1 uur afgelopen is? Dan kan het wel eens 4:30 worden.
Dat meende jij niet echt hoor. Afgelopen zaterdag wel in ieder geval. Ja, wat had hij gedaan dan? Gewoon zitten geweest in de oh, ja, en daar, oh, en daar is hij, blijft hij plakken. Een eiken en een soepje. En dan, oh, maar niet in de zaak, denk ik. We moeten hem 1 uur dicht nemen. Ja, dat klopt. Ja, niet daar, want daar al mensen zitten kijken en denken ze dadelijk. Even kijken, wie ben jij bijvoorbeeld? Met wie ben jij meegekomen? Mijn kunstgebied zit los. Met wie ben jij meegekomen? Ik ben de vrouw van de adjudant. De vrouw van de adjudant. Ach, maar, hey, maar luister eens. Nou, als jij dan de vrouw bent, wat heb je nou gedaan met die loempia's? Ja, die heeft hij zelf gemaakt. Daar heb ik niks aan gedaan. Oh, daar heb je niks aan gedaan. Ja, ik wou zeggen, die geur die eruit komt. De sambal. De sambal. Ja, de oh. Kun jij die zelf maken? Die, Nee, gewoon kopen. Zijn gewoon kopen, ja. Bij de supermarkt, in de diepvries. Ja. Waar heb jij van de mensen? Ook een aardige mens? Ja, ook zeker een aardige mens. Ook eentje die je nooit naar huis gaat. Ja. Altijd maar blijft hangen. Hebben jullie kinderen? Nee. Wow, geen kinderen. Dus jullie mag later thuis komen? Ja, wij mogen later thuis komen. Maar jij zegt niet tegen jouw mens van, jou 2:30 thuis, hè? Nee, meestal is het andersom. Ja, dat kunnen we ook hebben. Nou, hier nog even. Waar is nou het gezelligste in Zijtaart als je carnaval gaat vieren? Carnaval in Zijtaart is altijd gezellig. Maar ja, vooral zaterdags is de opening. Dat begint met de optocht. Ja. En dan barst het feest echt 4 dagen los. Ja, dat is ons hier ook altijd. Bij ja, de, ja is altijd, is er altijd bij de trouwe supporter van onze optocht. Ja, ja dus nou, hartstikke leuk. Nou, deze meneer, die kennen we ook. Hè? Die is van een sportpresentator, geloof ik. Hè? De zoon, geloof ik. Ja, ja. Ja, zeg het maar. Zeg, hoe is jullie pap nou, zeg maar, in dagelijks leven? We hebben het over Peter Kuipers, dames en heren. Ja, wat zou ik ervan zeggen? Een geval apart, hè? Kijk, hij gaat veel op vakantie, maar dat komt omdat hij bij Skyline werkt natuurlijk. Ja, Rian salaris mee. Ja, dus, net als ik, ik hoef nooit meer te werken. Ja, hij zal het van het gammel van de erfenis af, maar hij houdt zoveel geld over die mensen. Dus, dat komt helemaal goed. Hey, maar was Furne Prins, wat vind jij ervan? Nou, een hele goede prins. Wat hij zit, dat doet hij ook. Hij laat het echt overal uitlopen. Hij heeft goed zijn woordje klaar. En goed, wij zijn van de Secret Service, zeg maar. Om hem mee in de gaten te houden, zijn we hier. Dus, we hebben er helemaal geen werk mee. Hij doet precies wat hij moet doen. En, super prins. Nou, super. Nou, dankjewel. Ja. Gezellig, al die mensen die jullie meegenomen hebben. Ik heb niet gelepeld. Heb nou gezien, jongen? Ja, dat ik het niet gedaan heb. Nee, dat wou ik zeggen. Het is de tijd om eens even te gaan vertellen van wat jullie met de carnaval te doen hebben. Dan doen we er 1 of 2 dingen uithalen, want het wordt allemaal veel te lang. Was er een hoogtepunt in Zijtaart? In Zijtaart, ja, de optocht sowieso, zeggen ze. Als je met de carnaval grote optocht, toch? Grote optocht. Als dan Zijtaart binnenkomt gereden, dat is 1 groot hoogtepunt. Dan de zondagavond groot feest, als Vechter binnenkomt, prijs uitreiken. En dan geeft het gewoon deel. Maandagavond en de carnavalsbal hebben we nog. Dinsdagavond, daar praat ik het liefst niet over. Dat is de afsluiting, dus daar praat ik niet over. Ik heb trouwens gezien, waar was nou het ook weer? Oh, dat weet ik het al niet meer. Dat was in de zomer. En toen waren ze pannenkoek aan bakken van de carnavalsvereniging uit Geleuven. Hoe zat dat precies? Ja, dat klopt. Dat moeten wij ook. Ja. En dan hebben wij met dienstenveiling gekocht, dus wij kunnen onderuit komen. Oh. Dus wij hebben gekocht. Dus dat wordt gelijk gedaan en wij kunnen gewoon mee Koninginnedag vieren. Oh, jullie, en dat was mee Koninginnedag. Ja, ja. Mee opeten. Ja. Oh, jij gaat opeten. Ja. Maar wie gaat dan bakken dit jaar? Jan en Ricky van Oort hebben aangeboden. Oh. Ja. Jan en Ricky, we komen lekker met de Koningsdag bij jullie. Dat is geen Koninginsdag meer, Koningsdag. Bij jullie even op de pannenkoeken. Is dat de 27 april, geloof ik? Hè? Ja, volgens mij wel. Ja, op de maandag zijn we vrij. Hey, is dat niet mooi? Ja, voor een dag vrij is ook belangrijker. Nou, jij bent eigen baas. Dit gewoon zeggen, ik ben vrij voor een dag. Goed, wij gaan even, als jij de prins even wilt blinddoeken. Want we gaan het spelletje spelen weer. Ik heb claustrofobie. Nee, dat geeft niks. Klaus die heeft geen fobie. Zo, daar gaan we. Als jij hem even achter dicht wilt maken. Dan ga ik even naar meneer Helgers toe, want ik moet even mijn ontstopper hebben. Die heb ik gisteren met eerder heb ik die gegeven, maar... Zie je dit? Nee, helemaal niks. Meneer Helgers, heb jij de ontstopper al... Ja, iets hoger doen. Zo, ja, ik kom straks even spuiten, hè. Zo, nou. Ik heb er maar druk mee, hè. Zo. De ballon, komen we eraan. Die had al, oké. Okay. Doe ik mijn sporthandschoen uit, als je goed vindt. Ja, doe die maar, dat maakt allemaal niet uit. Jij krijgt een minuut de tijd, je moet wel even een beetje zo doen, hè. Maar dat maakt nog niet zo heel veel uit, want het is altijd gewoon leuk al om te doen. Even de glas weg, van wie was die? Oh, die drinkt jou ook op. Maakt allemaal niet uit.
Jij mag van jouw vrouw toch later bij de thuis komen. Dus, en jouw vrouw zelf kunt later thuis. Hier rijden de Lunneke. We gaan je eerst even ronddraaien. Dan gaat jouw vriendin, prinses dan eigenlijk, nou ja, die gaat jou vertellen links, rechts, omhoog, beneden en loslaten met de lucht dan. Hè? Ja. Zeggen die dingen welke lucht? Die jij dadelijk in die ballon blaast. Oh. En de bedoeling is dat je binnen 19 seconden doet, want dan zit er boven Erp. Of dan zit er bovenaan in ieder geval, want Erp is nu de snelste. 19? 19 seconden. Oh, maar dat kan, als je, nou, ik mag trouwens ook niks zeggen, maar dat kan allemaal wel. Wij gaan hem een beetje draaien. Een rond, dat kan bijvoorbeeld, kan waar jij wilt. Maar de prinses moet jou dadelijk aanwijzingen geven. En ze mag jou niet aanraken, dus het is gewoon loslaten. En zij zegt links, rechts, naar boven, nee. En laat de vraag. Ik draai jou even rond en dan gaan we beginnen. Nou, dan gaan we. Die kant ronddraaien in de malemeulen van het leven. Het draait allemaal. Zo, en dan gaan we. De tijd gaat nu in, dames en heren. Blazen, kom op. Binnen 19 seconden. Ja, iets korter. Ja, zelfs. Je moet nou gaan. Beneden. Ja, kom maar. Harder. Harder. Tegen de beker zo. Tegen de beker. Gewoon loslaten. Gewoon loslaten. Ja, ja, heel goed. Nog een keer blazen. Vlug. Ik ga al zeggen. Ja, loslaten. Ja, nog een keer blazen. Ja, juist. Nog één. Ja, die zoom. Ja. Hey, 18 seconden. Hoeveel seconden, jongens? Persoonlijk record? Nee, dat denk ik niet. Want er waren 35. Zo. Ah, nou ja, maakt ook niet uit. Nee. 35 seconden dus. En we gaan naar het laatste onderdeel. Gulli mag samen iets tegen de prins van de peelkonijnen zeggen. Voor Merg, want die komt Merg langs. Ja. Die gaat Merg hier zitten kleien. Dus ik zou zeggen, kijk even samen naar de prins toe. Ja, Vincent, maak er een mooi carnaval van. Veel plezier morgen. Niet te scherp eten, want ik heb niet te goed hier in de wc. Veel plezier met het spel. Zorg dat je boven 35 seconden komt. Dat ik mooi tweede blijf staan. En laat flink uitlopen deze carnaval. Ja, zo is dat dus ook in de vliegbasis. Wordt het flink uitgelopen, deze carnaval. Zal doen. En dan wordt flink niet gevlogen, zeg maar, met de carnaval. Want dan moeten ze bier drinken, ja. Hè? Dan kunnen ze niet gaan vliegen. Dus, hey, jullie hartstikke bedankt. Wij komen natuurlijk weer naar Eerde toe, of naar Zijta toe, ja. Naar de optocht. En nou, ik zou zeggen, gaat het maar lekker laat maken. Hè? Dat gaan we doen, dat kunt zeker goed. En dan kunnen we maar niet te laat, want dan hangen we wallen op een gegeven moment hangen daar. Hè? Dat ja, maar wij als warm komen ze niet. Dus dat nee, niet dat is waar. Het ziet er goed uit. Ja, hij ziet er nog kei fris uit. Dus kunt wel nog wel leien, jongen. Hè? Mergen, dames en heren, zijn we er weer. Torske's Play Show. En je weet het. Houd toch lufke maar na. Tot Mergen. Houdoe. Houdoe. Houdoe.